Transport & Mobility Leuven is een onderzoeks- en adviesbureau. We zijn een spin-off van de Katholieke Universiteit van Leuven en wij houden ons bezig met beleidsondersteunend onderzoek. Met het ConnectCon-project, waarvoor we genomineerd zijn voor de Verkeersveiligheidsprijs, kijken we in eerste instantie naar hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Dat doen we door aan verkeersmanagement te doen. We proberen goed advies te geven aan individuele voertuigen, zodanig dat er minder bijna ongevallen gebeuren en daardoor gaan er automatisch minder dodelijke ongevallen gebeuren. Op dit ogenblik hebben wij nog geen data van zelfrijdende wagens. Dat is nog een beetje toekomstmuziek. Maar wij gebruiken daarom simulaties die zelfrijdende wagens in het verkeer simuleren. Zie je hier dat je zowel snelheid als acceleratie, als afstand kunnen we monitoren, als ook de bijna kans op accidenten gaan we ook monitoren. En we gaan die events dan in verband brengen met de data en zo proberen patronen te vinden in die data. Als we die onveilige situaties kunnen opsporen, dan kunnen we al op voorhand informatie naar de individuele voertuigen geven. Dus een verkeersmanager kan dan tegen de voertuigen zeggen, jij moet wat meer afstand laten, jij moet iets trager rijden, om op die manier geen onveilige situatie meer te creëren. Ons project leidt tot een stabielere verkeersstroom. Dat leidt ertoe dat er minder ongevallen zijn, waardoor we ook bijdragen aan de doelstellingen om tegen 2050 bijvoorbeeld al minder ongevallen te hebben, sowieso minder dodelijke ongevallen. De zelfrijdende wagen is misschien nog niet direct voor morgen, maar het is nu wel al belangrijk om daar rekening mee te houden. Er zijn nu al wagens die met cruise control rondrijden. Die hebben er sowieso baat bij om advies te krijgen van een verkeersmanagementcentrale bijvoorbeeld, om veiligere situaties te creëren. En daarom is het nu belangrijk dat daar rekening mee wordt gehouden.